Phil Taylor zei vroeger altijd: uren op het trainingsbord maken. Maar wij gaan verder dan het trainingsbord. Dit is de Achter de Hockey Podcast. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland Achter de Hockey. Mijn naam is Mike Hooiveld en vandaag zijn we bij de Q-School Special aangekomen. Ik snap dat jullie wachten op het jaaroverzicht. Die komt eraan, samen met een vooruitblik. Ik ben samen met Pim Huberts nog druk bezig die in elkaar te zetten. Die volgt nog. Maar vandaag eerst de Q-School Podcast. En ik zit vandaag namelijk niet alleen. Ik zit namelijk met een hele speciale gast. Lendl Faria. En die kunnen we natuurlijk van de FDI-rankings. Ik zou zeggen, welkom Lendl. Ja, dankjewel. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Geen probleem. Kan je even, we kennen je natuurlijk van Twitter, maar je heel erg actief bent. Je rankings staan uiteraard ook op dartsactueel.nl. Maar vertel eens een beetje, hoe ben je op het idee gekomen om deze ranking in te gaan voeren? Ja, ik wilde eigenlijk naar een manier zoeken waarbij ik echt kon zien wie de beste was. Aangezien de order of merit niet helemaal eerlijk is. En ik wilde de verschillende tours met elkaar kunnen vergelijken. Dat is eigenlijk de twee grootste redenen waarom ik dit ben begonnen. We hebben natuurlijk Raymond van Barneveld wel eens erover gehoord, over dat hij het systeem niet eerlijk vindt. Is het in jouw ogen ook zo? En dan bedoel ik ook wel de Eurotour niet goed meetelt, of de majors meer tellen dan een vloertoernooi. Is dat dezelfde insteek? Ja, sommige dingen zijn natuurlijk niet eerlijk. Het grootste wat ik niet eerlijk vind, is het feit dat resultaten van 23 maanden geleden evenveel mee kunnen tellen als een resultaat van een maand geleden. Dat zegt niet heel veel over hoe goed je nu bent als speler. Dat is denk ik mijn meeste, wat ik het meest oneerlijk vind aan dit systeem. Nou, bedankt om het een beetje uit te leggen. We gaan deze podcast aan de hand van de FDI-rankings gaan we dat doen. Maar we zijn dit keer niet met z'n tweeën. Mijn mede-compagnon bij Darts Actueel is er ook bij namelijk. Een van de beste dartkenners van Nederland. Daar is hij, dames en heren. Patrick Bus. Patrick, ja, goedenavond. Welkom. Ja, welkom. Bedankt. Goed, ik stel voor om te beginnen met de UK qualifiers. Ja, om te beginnen heb ik zelf een klein lijstje gemaakt met 20 namen. Laten we de eerste 10 namen ongeveer van de FDI-ranking beginnen om het door te nemen. En eigenlijk de meest opvallende naam, of eigenlijk twee opvallende namen, is daar toch wel in Saigo Asada en Paul Nicholson. Ja, zeker. Paul Nicholson, die heeft een jaar vrij weinig gespeeld. Veel analytisch gedaan. Ik ben benieuwd naar zijn vorm. En daarna hebben we Saigo Asada inderdaad. Dat is een enorm goede speler uit Azië. Dus ik ben ook benieuwd of hij de eerste Aziatische speler kan worden die een tour kan pakken. We hebben Saigo Asada natuurlijk gezien op het WK. Wat mij eigenlijk verbaast is waarom Paul Nicholson nog zo hoog staat op de FDI-ranking. Ja, dat komt vooral omdat hij heel goed in vorm was net voordat hij stopte met dart. Of tijdelijk stopte. Dan bij FDI is het zo dat je rating heel langzaam naar beneden gaat. Naarmate de tijd voordat. Die gaat niet heel snel van, laat me zeggen, 1700 opeens naar 1500. Nu is die op 1689. En ja, vandaar. Omdat hij dus het heel goed heeft gedaan. Net voordat hij stopte met dat. Ja, en wat verwachten jullie eigenlijk van de UK qualifier? Er zijn ruim 500 inschrijvingen, er zijn ruim 20 plekken. Veel BDO-spelers die mee gaan doen. Wat is eigenlijk daar een beetje de verwachting van? Ja, ik denk dat het het is elk jaar is het gewoon een slagveld. Er zijn goede spelers die het niet gaan redden. En dat komt mede door het format. Het zijn natuurlijk korte wedstrijden. Best of nine. En het feit dat het elke dag een open loting is, dat zorgt er ook voor. Dat je bijvoorbeeld de eerste dag, ik zeg maar wat, Damon Hetta tegen Jim Williams kan hebben. En dat soort dingen, dat gaan heel erg belangrijk zijn in het verloop van Q-School deze week. Ja, want bijvoorbeeld wat jij zegt, Damon Hetta en Jim Williams, vooral Damon Hetta, die kon bijvoorbeeld kiezen welke hij wou spelen. Is het een slimme keuze dat hij voor de UK Q-School heeft gekozen, Patrick? Qua tegenstand denk ik dat hij beter naar Hildesheim kan kunnen gaan. Maar volgens mij, als ik het goed heb, is hij verhuisd samen met Kyle Anderson naar Engeland toe, volgens mij.
Dus qua reizen is het wel het makkelijkst voor hem. Maar om een toolkit te pakken had ik gekozen voor Hildesheim, ja. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar natuurlijk het belangrijkste is dat als je als darter je ook goed voelt waar je bent. Stel je voor, hij kent die regio al, dan zou ik eerder Wigan kiezen. Ook al is Hildesheim misschien iets makkelijker als je kijkt naar de tegenstand. Ja, oké, daar heb je wel inderdaad een punt. Tegenstand, als je hier bijvoorbeeld in Wigan wel een tourcard pakt, dan heb je wel de beste wel verslagen, inderdaad. Klopt. Natuurlijk niks onder doen voor de Hildesheim Q-School. Maar wat we vooral bij de UK Q-School zien is veel vrouwen. Bijvoorbeeld Lisa Aston. Ik heb haar een tourkaart gegeven. Misschien op de gok. Vorig jaar was ze dichtbij. Zeker die dames kunnen in 4 dagen wel 2 hele goede dagen hebben. En dat kan wel eens genoeg zijn op Q-School. Ik had alleen, hoe kijk jij tegen de dames aan? Ja, dit jaar is denk ik het sterkste ooit. Niet alleen omdat Fallon het zo goed heeft gedaan op de WK natuurlijk. Maar Lisa Ashton is ja, een goede speelster. Heeft ook Challenge Tour gespeeld in het verleden en daar heeft ze het ook niet onverdienstelijk gedaan. En Mikuru staat misschien lager op mijn FDI-ranking. Maar je kan de discussie aangaan van dat Mikuru eigenlijk nog beter is dan Lisa Ashton. Ze is natuurlijk 2 keer achter elkaar wereldkampioen geworden. En dan heb je ook nog Bo Greaves, die uit het niets omhoog is geschoten eigenlijk. Natuurlijk was ze een groot talent, maar hoe ze zich heeft gehouden tijdens, ik wilde bijna Lakeside gaan zeggen, maar tijdens de O2, ja, ben ik toch wel onder de indruk van haar en kan zij ook hoge ogen gaan gooien in weekend, denk ik. Is zij op die jonge leeftijd bestemd tegen de druk die dit een beetje met zich meebrengt? Je ziet natuurlijk dat ze is nog erg jong. Stel ze pakt een tourkaart. Zal dat haar goed doen of zal dat haar kapot maken? Oeh, dat is een goede, ja. Het hangt er vanaf hoe zij, wat haar mentaliteit is, zo snel opgeeft of door blijft zetten. Volgens mij is het wel echt een vechtertje. Dus het is voor haar sowieso een leermoment als ze een toolkit pakt. Dus het is net als Geert Nentjes. Geert Nentjes die leert ernaast. Dus het ga ik ervan uit dat Bo Greaves dat nog doet. Dus ik denk dat zij, als zij een toolkit pakt, er meer van genieten dan echt voor het geld ervoor gaat. Ja, en bijvoorbeeld de Fallon Sherrock, er wordt natuurlijk heel veel van verwacht. Maar zij is natuurlijk eigenlijk niet de beste dame op dit moment. Kijk, Suzuki was natuurlijk heel dichtbij tegen James Richardson. En die maakte het dan net niet af. En Fallon Sherrock maakte het dan net wel af. Misschien ook omdat haar tegenstander jonger is, dus misschien de ervaringen niet echt bij kon houden. Maar je ziet ook in de FDI-ranking, en eigenlijk als je heel nuchter naar dat toe kijkt, dat Aston en Suzuki toch echt wel beter zijn. Ja, klopt. Lisa Ashton en ook Bo Greaves. Al heb ik niet superveel van haar gezien, alleen de O2. Ja, die hebben gewoon betere resultaten in de Ladies Tour. Het kan ook zo zijn, Fallon heeft zelf gezegd dat ze het fijner vindt om tegen mannen te gooien dan tegen vrouwen. Dat zei ze voor Ali Pelly. Dat is op zich ook wel uitgekomen misschien in Waken dat het ook zo is. Ja, goed. Is er vorig jaar ook Q-School gespeeld, Patrick? Van Sherrock? Ja. Dacht het niet, nee. Nee, oké. Okay, dus dan gaat ze nu natuurlijk een nieuwe Nou, ervaring. jawel, ze heeft wel Q-School gespeeld. Als ik het me goed herinner, heeft ze toen 1 punt gepakt. Dus ze heeft 1 keer de laatste 64 gehaald. Klopt, ik had Ja, haar ook nee, dat. laatst gezocht en toen kwam ze rond plek 100 te staan op de Order of Merit van Wigan. Nou, dat laat misschien toch wel een beetje zien wat eigenlijk het echte niveau van Fallon Sherrock is. Kijk, ze is natuurlijk geleefd als Queen of the Palace. En ik denk namelijk dat ze er in de Premier League ook keihard 7-0 afgaat. Ik denk dat dan het sprookje uit is, dan kom je tegen de beste van de wereld. En dan hebben we natuurlijk allemaal tegen Chris Dolby gezien. Maar met al respect, Chris Dolby is nog niet de top of the world. Die heeft heel veel geluk gehad met lotingen. Die heeft een keertje Gary Anderson bijvoorbeeld tegengekomen. Remo van Barneveld die in elkaar zakte van de suiker. Of het een excuus is, laat ik in het midden. Maar kijk, geluk speelt ook een grote rol. En ik denk dat Chris Dobie heel veel geluk heeft gehad afgelopen seizoen. Dus het is uiteraard een uitstekende darter, hè? Vergeet dat niet. Maar die kon Fallon Sherrock wel onder bedwang houden. Ik denk meer dat het een mentale kwestie is dan dat het echt een kwaliteitskwestie is. Ja, zoals Gerwin Price ook al zei, als Fallon op de vloer tegen, zo, ben zijn naam even kwijt,
tegen Ted Evans had aangetreden, dan dat hij dan denkt dat Ted Evans had gewonnen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Wat vooral opvalt in de UK qualifiers is dat we een heel hoop old school deelnemers zien. Ik zal even een paar namen opnoemen. Wes Newton, Reggie Burnett, Daryl Fitton, Andy Hamilton, Paul Nicholson natuurlijk. Ik zie ook een Kevin Painter weer terug op de startlijst. Andrew Gilding. James Richardson staat maar vrij hoog. Had natuurlijk afgelopen jaar ook nog een toolkaart. Wat vinden wij er eigenlijk van dat dit soort mannen nog zo lang doorgaan? En John Park natuurlijk niet te vergeten. Die eigenlijk al begraven is voordat hij mee gaat doen. Ja, sommige spelers die kunnen het niveau echt nog wel aan. Maar een John Pott of een Richie Burnett, ik denk dat die hun beste tijden wel hebben gehad. Maar als je dan Andy Hamilton ziet, die gooide op Lakeside gewoon weer zijn tweede ronde echt enorm goed. 95 gemiddeld. Hij verliest die wedstrijd weliswaar. Maar ja, ik vind hem, Andy Hamilton, die zou nog voor een verrassing kunnen zorgen. En wat vind jij er bijvoorbeeld van, Lendl? Kijk, die mannen, we weten natuurlijk, als die mannen één keer één goede dag hebben en het valt zoals vanouds, dan mogen ze natuurlijk gewoon weer 2 jaar mee op de tour. Wat vind je daarvan? Ja, eigenlijk is het niet goed. Eigenlijk wordt het te veel geënterd op geluk ook. Of dat je met één dag, met één goede dag, kan je eigenlijk gewoon 2 jaar veiligstellen. Dat is een beetje te veel, vind ik. Ik vind eigenlijk dat Q-School te veel de nadruk krijgt in de PDC eigenlijk. Eigenlijk zouden meer plekken moeten gaan naar de Challenge Tour, als je eerlijk bent. Want dat is over een heel jaar dat je dat kan verdienen. Ik snap wat jij bedoelt, maar op de Challenge Tour staat er niet elke week 80 Nederlanders aan de start. Klopt, maar dat is ook een beetje de hype die Q-School heeft. Q-School heeft natuurlijk een mooi verhaal van, net zoals Barry Hearn zei, het is een beetje Willy Wonka met de Golden Ticket. En dat is ook een beetje een droom die je verkoopt op die manier. Dus vandaar dat er niet alleen 80 Nederlanders staan. Volgens mij hebben we een record inmiddels te pakken van 850 ongeveer. En dat is allemaal een droom. Het is ja, ik wil dat prof worden. En natuurlijk, veel van deze mannen kunnen het ook. Die hebben ook de kwaliteiten. Maar ik denk dat er ook heel veel tussen zijn die niet echt kans maken, als ik eerlijk ben. Goed, ik wil UK eigenlijk een beetje gaan afsluiten. Want ik denk dat wij veel langer over de EU qualifier kunnen praten. Ik wil eigenlijk eerst van Patrick, ik wil de 20 namen die een toolkaart gaan pakken. Oké, dat zijn David Evans, Alan Norris, Keen Berry, Jim Williams, Nick Kenny, Jeff Smith, Scott Mitchell, Scott Taylor, Adam Hunt, Matthew Dennant, Saigo Asada, Andy Jenkins, Andrew Gilding, Richie Athouse, Kyle McKinstry, Cameron Menzies, Jason Lowe, Shane McCurk, Kevin Burness en Darren Beveridge. Horen we toch een paar oude namen erin terug, Lendl? Ja, klopt. Ja, ik bedoel, iedereen kan op basis van één dag een kaart winnen. Dus ja, niks is onmogelijk. Nou, dan zal ik voor Lendl gaan. Ik heb ook 20 namen opgeschreven. Ik heb ook een paar verrassingen ertussen, zoals jullie van mij gewend zijn natuurlijk. Ik heb Damon Hetta, Jim Williams, Andy Jenkins, Aaron Monk, Paul Nicholson, Wayne Jones, Keen Berry, Ricky Adams, Scott Taylor, Saigo Asada, Alan Norris natuurlijk, Nick Fuwell, Cameron Menzies, Scott Waits, Adam Hunt en Jeff Smith. Lisa Ashton heb ik een toolkaart gegeven op de gok. Andy Hamilton, Yuki Yamada, ja, en als grootste gok heb ik eigenlijk Del Fitton. Oké, goede vreemde keuze dat je Fitton erin hebt. Waarom heb je Fitton erin, als ik vragen mag? Nou, ik heb Fitton erin. Ik denk dat Fitton naar Q-School gaat, omdat hij het heel goed kan vinden met bijvoorbeeld Keen Berry. Hij begeleidt natuurlijk de target talenten. We hebben natuurlijk met Road to the Jeugdelijke Wessel Nijman gesproken. Wessel Nijman geeft aan dat Daryl Fitton heel belangrijk voor hun is. Ik denk dat als Daryl Fitton een toolkaart haalt, ervan uitgaan dat Nijman en Keen Berry ook een toolkaart halen, dat die van heel belangrijke waarde kan zijn op de Player Championships. Want het is natuurlijk wel een beetje eerste ronde voer. Want ik ga er niet vanuit dat hun elk weekend er ook kunnen staan. Ze gaan uiteraard meer uitschieters hebben dan een Geert Neetjes, denk ik. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat een ervaren man als Daryl Fitton er dan ook bij is. En ik denk dat daarom Daryl Fitton erop gebrand is om een toolkaart te halen. Ja, snap ik, ja.
Goed, dan resten alleen nog de 20 namen van Lendl. Ja, de namen die bij mij naar voren zijn gekomen zijn Damon Hetta, Jim Williams, Jason Lowe, Andy Jenkins, Gordon Matters, Aaron Monk, Paul Nicholson, Wayne Jones, Keen Berry, Richie Edhouse, Scott Taylor, Saigo Asada, Kyle McKinstry, Matthew Dennett, Wayne Warren, Alan Norris, Nick Folwell, James Richardson, Cameron Menzies en Scott Waite. Als ik dat zo hoor, vertrouw jij blind op je eigen systeem? Ja, maar ja, als ik niet blind op mijn eigen systeem ga vertrouwen, wie gaat dat dan wel doen? Dus ik moet een beetje mijn eigen systeem backen. Goed, maar wat verwachten wij bijvoorbeeld dan van een Kevin Peter, Alan Terwijn, een beetje de wat oudere namen? Weet je wel, ze zijn er wel, maar we verwachten dus geen goede dag van dat soort namen. Zeg maar de tussenhangertjes, nooit echt de grote toppers geweest. Vorig jaar heeft Kevin een Painter één goede dag gehad. Toen verloor hij volgens mij in de finale van Kirk Tappet. Als hij de wedstrijd gewonnen had, dan had hij een tourcard gehad. Nee, ik denk dat Kevin Painter niet echt heel constant meer is. Het is soms één goede dag, maar nee, ik denk dat Kevin Painter meer is van Challenge Tour. Nog één opvallende naam die wij allemaal niet genoemd hebben, dat is Ryan Harrington. Ja, klopt. Nee, die vind ik niet constant genoeg. Hij piekte één keer en dat was tijdens de Grand Slam of Darts Qualifier. En daar op de Grand Slam kwam hij ook de pool verrassend nog door. Maar dat was ook wel zo'n hoogtepunt uit zijn carrière. Ja, voor de rest hopen wij dus heel Darts actueel natuurlijk dat Alan Norris de toolkaart terughaalt. Hij heeft hem net niet weten te behouden. En wij gunnen Alan Norris vanuit hier het allerbeste. Ja, dan is eigenlijk, ik wil bijna zeggen, onze Q-School van pas. Ik denk wel de leukste Q-School in jaren, zeker door de hoeveelheid Nederlandse kanshebbers. Ja, klopt. Je hebt natuurlijk, ik kan al een paar namen prijsgeven. Bijvoorbeeld Wesley Harms, Dirk van Duivenbode, Richard Veenstra. Ze zijn allemaal jongens die goede kansen maken. En ook heel veel jongens uit de BDO trouwens. Ja, het valt ons op dat we heel veel jongens uit de BDO, kijk in Engeland is het misschien wat bekender, maar dat zijn niet de namen van de BDO. Bijvoorbeeld de huidige nummer 1 en 2 van de BDO, Wesley Harms en Richard Veenstra, ja, die zien we eigenlijk voor het eerst op Q-School. En vooral Wesley Harms hadden veel mensen denk ik niet snel verwacht, Patrick. Nee, klopt. Wesley Harms is altijd een BDO speler geweest, die vrij weinig met de PDC heeft. Het heeft hij ook in een interview gezegd, hoe de media op de BDO reageert, et cetera. Nee, ik had niet verwacht dat hij Q-School ging gaan spelen, maar sinds dat er gerommel is bij de BDO, had ik wel twijfels over of hij Q-School ging spelen. En dat was dus inderdaad het geval. Goed, verwachten wij als Wesley Harms een toolkaart gaat pakken, mannen? Ja. Nee. Nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij niet constant genoeg is over 4 dagen. Ik denk dat hij. Ik denk dat hij een paar dagen vrij vroeg gaat zitten. Waardoor het denk ik net te kort komt voor een toolkaart, denk ik. Nee, ik denk zelf dat hij. Ja, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten Wesley Harms. Je hebt de vloerspeler en je hebt de podiumspeler. Podiumspeler is niet echt top. Laat het vaak liggen. Deze keer ook laatste 16. Natuurlijk speelde Scott Waite goed. Maar de Wesley Harms van de vloer, die is wel heel goed. Je wordt niet voor niets nummer 1 van de video. Ja, klopt. Ja, mee eens. Ik snap wat je zegt, Lendl. Ben ik het niet helemaal mee eens. Aangezien Wesley Harms is nu al een tijdje de nummer 1 bij de BDO. Sinds dat Glenn Durant weg is, wordt er veel van Wesley Harms verwacht. Ik vind dat hij zijn beloftes niet heeft ingelost afgelopen jaar. Ik vind het heel leuk dat je een klein toernooitje kan winnen. En dat is niks ten nadele van de BDO. Op de Grand Slam was het ook net niet. Je ziet gewoon toch echt dat hij tekort komt op het podium. Hij heeft vorig jaar, dus niet 2018 heb ik het erover, heeft hij een heel goede Grand Slam gespeeld in mijn ogen. Ik hoopte dat hij dat zal doorpakken. Heeft hij helaas niet gedaan. Mocht hij nu een toolkaart halen, dan hoop ik voor Wesley Harms dat hij ook meteen de eerste 3 Eurotours mag spelen. Want anders weet ik niet wat hij in die 2 jaar bij de PDC gaat doen. Oké.
Ja, ik ben een andere mening toegedaan, maar dat heb ik denk ik al gezegd. Ik denk dat hij een hele goede vloerspeler is en Q-Sko is op de vloer. En ja, op de Grand Slam was het natuurlijk niet wat men ervan had verwacht. Maar ja, het is ook een momentopname. Hè? En dat is Q-Sko natuurlijk ook. Laten we hopen dat hij genoeg doet om een tourkaart te behalen. Ik heb achter zijn naam dag 1 staan. Dan kunnen jullie waarschijnlijk al raden over wie het gaat. Dat gaat natuurlijk over Dirk van Duivenbode. Gaat Dirk stunten, dag 1? Ik heb hem via de Order of Merit heb ik hem erbij staan. Ik denk niet dat hij hem meteen op dag 1 pakt. Ja, het zou op zich kunnen. Ik heb hem ook als een van de mannen die uiteindelijk een tourcard gaat halen. Ja, ik heb niet echt gekeken naar dag 1 en dag 2 als ik eerlijk ben. Ik heb gewoon gekeken naar de 11 mannen die het gaan halen. Ja, ik heb ook de 11 mannen die het gaan halen uiteraard. Maar ik heb toch achter Dirk van Duivenbode dag 1 gezet. Mm-hmm. Want ik denk dat hij er zo dusdanig op gebrand is dat hij hem zo snel mogelijk terug wil pakken. Want ik denk dat als het op dag 4 moet aankomen voor Dirk dat het een hele zware dag gaat worden. Oké, als ik nu denk van wie geef ik de grootste kans om op dag 1 hem te halen, zeg ik Martijn Kleermaker. Waarom zeg ik dat? Ik heb, ja, Martijn Kleermaker zou kunnen, ja. Ik twijfel ook aan Dak Telekus, omdat die laatste tijd ook redelijk goed in vorm is. Ja. Dus die zou hem ook wel eens op dag 1 kunnen halen. Maar dat is zo, ja, het gaat om de vorm van de dag. Dus dat is bijna niet te voorspellen, vind ik. Klopt, en ook de loting helpt ook heel veel. Klopt, loting die moet ook mee zitten voor spelers, ja. Als we de FDI-ranking gaan volgen, dan heeft op dag 1 Cody Harris uiteraard de meeste kans. En dat is toch opvallend, want hij wel voor de UK-qualifier heeft gekozen. Voor de EU-qualifier heeft gekozen. Ja, hij is, wat ik heb begrepen, ik weet natuurlijk niet het fijnste ervan, maar wat ik van mensen heb begrepen is dat hij helemaal gek van Duitsland is. Dus dat hij het in Duitsland helemaal geweldig vindt en dat hij zich daar het best op zijn gemak voelt. Terwijl je toch zou zeggen, ja, als je in Engeland bent, je spreekt je eigen taal. Maar nou, blijkbaar vindt hij Duitsland zo geweldig dat hij daar ook zijn tourkaart gaat proberen te halen. Ik weet niet welke Q-school hij heeft vorig jaar gespeeld. Dus was dat ook Hildesheim of? Ja, was ook Duitsland. Oh, oké. Okay. Ja, toen heeft hij hem net lang niet gehaald volgens mij. Toen viel het tegen van hem volgens mij. Klopt. Wat vooral opvallend is, is Nico Kurz. Hij miste een 39 op het WK. En ja, hij speelt alleen op dag 4. Het is voor hem dus op dag 4 natuurlijk alles of niks. En dat is wel heel frappant voor iemand die echt die tweede staat op de FDI-ranking op het WK heeft gestaan. En die dan maar één dag gaat spelen. Ik begrijp wat jij er meer van wist, Patrick. Ja, klopt. Hij is engineer. En dat is fulltime volgens mij. Daarom gaat hij alleen op dag 4, zodat hij op... Doordat hij Q-School één dag speelde, die kan hij namelijk wel winnen. Maar dat is niet zijn doel. Zijn doel is gewoon aan mee te doen en in het loop van de jaren wat aantal Eurotour qualifiers te spelen. Want als hij geen Q-School speelt, dan mag je niet aan de Eurotour qualifiers meedoen, dacht ik. Of dan moet je ervoor betalen. En als je meedoet aan Q-School, dan is het gratis. Dus dat is het doel waarom hij eraan meedoet. Oké, daar heb ik één vraagje voor je, Patrick. Je zegt hij is engineer en dat hij daarom dag 4 speelt en nog niet echt de ambitie heeft om prof te zijn. Zou hij dat in volgende jaren wel hebben? Of, ik denk het wel, ja. Ik denk dat het dit jaar een belangrijk jaar gaat worden voor hem. Qua Eurotours. Als hij daar zich kan ontwikkelen, dan denk ik dat hij volgend jaar wel complete Q-school gaat spelen, ja. Oké, duidelijk. Ik vind het wel jammer dat jongens niet meteen Q-School gaan spelen. Dan wil ik het eigenlijk over twee opvallende namen hebben binnen deze Q-School. Dat zijn de broertjes van Trijp. Dan wil ik eigenlijk... Kijk, Danny kennen we natuurlijk al wat langer. Wesley kunnen we wat korter. Wesley heeft namelijk zijn Q-School deelname afgedwongen in een lokaal toernooi. Leuk opgezet door Patrick van der Boogaard, Mike van Duivenbode. En de laatste naam ontschiet mij even. Die jongens hebben een toernooi opgezet waar Q-school kaarten waren te verdienen. Eentje op de finale dag en eentje voor de algehele ranking. Even onder voorbehoud dacht ik dat Jitsen van der Wal de overall ranking had gewonnen. En dat hij daardoor
Nee, maar Marvin van Velzen heeft de overall ranking gewonnen. Excuses, Marvin van Velzen heeft de overall ranking gewonnen. En Wesley van Trijp die won de finale dag. En zo staan de Bloedies van Trijp alle twee op Q-School. Maar kijk, dat Wesley, als Wesley de toekomst haalt, dan daar spring ik de sloot in. Dat is hierbij bevestigd, daar worden foto's en filmpjes van gemaakt. Maar als Danny van Trijp, die is wel echt serieuze kans hebben voor zijn toekaart. Ja, sommige tippen hem ook als een van de favorieten inderdaad op Q-School. Zijn niveau wordt steeds beter. Hij heeft afgelopen jaar op 2 of 3 euro toegestaan. Dat helpt natuurlijk ook. En zijn vloervorm is wel goed, naar mijn mening, ja. Dan heb ik het over, met Patrick over Danny van Trijp gehad. Maar dan vraag ik eigenlijk aan Lendl. Jeffrey de Graaf staat hoog op jouw ranking. Die hebben we op de WK-qualifier zeer goed zien spelen. Werd helaas uitgeschakeld door een van de twee finalisten. Ontschiet maar even wie. Jan Dekker. Jan Dekker, hoor ik net. Wat verwacht jij van Jeffrey de Graaf op Q-School? Want hij is serieus een kanshebber op een tourcard natuurlijk als hij in vorm is. Ja, het is op zich een jongen die die kwaliteit heeft en die ook de ervaring heeft. Hij is volgens mij al tourkaarthouder geweest. Heeft hem voor het vorig jaar, dus in 2018, heeft hij hem verloren. Ja, het hangt allemaal af hoe hij terugkomt uit zijn soort van sabbatical. Dus hoe goed hij heeft getraind. Hetzelfde als met Paul Nicholson. Het is eigenlijk moeilijk aan te geven hoe die jongen echt in vorm zit. Ja, we hebben natuurlijk wel de WK-kwalificatie gezien. Daar heeft hij niet slecht gedaan. Maar ja, dat is maar één dag. Dat zegt niet echt veel over hoe die jongen echt in zijn vel steekt deze dag. Ja, daar wil ik nou even iets aan toevoegen. Want afgelopen maand is er in de Saan-trofee gespeeld. En die heeft hij gewonnen. En daarin speelde hij redelijk goed volgens mij. Want het toernooi heeft hij namelijk gewonnen. Toen versloeg hij Niels Zonneveld in de finale met 6-4. Oké. En in de eerste ronde versloeg hij Roemer Mooijma met een gemiddelde van 93 over 5 sets. Dus niveau is er zeker wel bij Jeffrey de Graaf. Oké, nou dat is goed om te horen. Volgens mij waren de finales ook 95 gemiddeld van beide mannen. Even snel uit mijn hoofd, ik heb het voorbij zien komen inderdaad. Dat brengt ons eigenlijk bij de volgende namen. Ronnie Huibrechts, Christian Kist. Die hadden allemaal een toolkaart. Soran Legbacher, dat soort mannen. Mario Robben is er ook eentje. Ja, wat gaan we daarvan verwachten, aangezien de mannen allemaal een toekomst hebben gehad? Ja, Ronnie Huibrechts wordt ook al een dagje ouder bijvoorbeeld. Christian Kist heeft, die heb ik eigenlijk maar één keer goed zien spelen dit jaar. Dat was op de PDPA qualifier. Ja, wat moeten we daarvan verwachten? Gaan ze een toekomst pakken of niet? Ja, dat is lastig te zeggen, vind ik. Voor Ronnie denk ik dat het een moeilijk verhaal gaat worden. Omdat ik denk dat het niveau van de Q-School over het algemeen gewoon hoger ligt wat hij op de moment speelt. Christian Kist kan met een goed niveau over 4 dagen, pakt hij gewoon een toolkaart. Maar het is afwachten welke vorm hij meeneemt naar Hildesheim. Ja, en dan eigenlijk voor jou, Lendl. De BDO-mannen, Wesley Harms, Martin Kleermaker, Dirk Telmekus, Danny Oldenkalter, Richard Veenstra, Mario van der Boogaard en Michal Unterboegner. En natuurlijk Chris Hondman even niet te vergeten, die een verdienstelijke BDO World Championship heeft gespeeld. Wat moeten we daarvan verwachten? Die mannen komen net van het WK, komen bij een iets strengere bond. Dus de regels zullen ook iets anders zijn op de banen. Hoe gaan die mannen daarmee om? Ja, dat hangt denk ik ook van de persoon af. Ben je iemand die heel veel van orde en van rust houdt tijdens het gooien, dan denk ik dat je in Hildesheim echt je hart... dat je daar heel blij van wordt. Maar ja, het hangt allemaal af van de persoon op zich en van je vorm op de dag. Dus ik heb een paar van die jongens heb ik wel erin gezet, zeg maar, in mijn top 10. Of sorry, top 11. En een paar niet. Ja, het zijn allemaal zo weinig plaatsen wat je eigenlijk hebt. Het zijn gemiddeld 1 op de 28 gaat door, volgens mij, als ik het goed heb. Dus, ja, zoiets, ja. Dus het is echt dringen. Ja, het is zeker dringen. En ik denk bijvoorbeeld een Danny Oldenkalter en Richard Veenstra. Ik denk dat hun niveau gewoon nog net niet hoog genoeg is om echt een toolkaart te halen.
En inderdaad, met een goede dag kunnen ze er uiteindelijk wel eentje halen. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet de insteek van Q-School is. Nee, voor Veenstra en Daniel Kalter is het gewoon, gaan ze erheen om een toolcard te pakken. Niet om mee te doen en later een challenge toe te gooien, denk ik. Veenstra vind ik, die is wel een van de favorieten, denk ik. Omdat hij op de vloer ook gewoon heel goed is, net als Harm, wat Lendl al zei. En Older Kalter, ja, die kan wel goed zijn op de vloer, maar ik weet niet... hoe die omgaat met de druk daarin in Hildesheim. Ondertussen sla ik een blaadje even om. En dan kom ik bij de volgende namen. Gino Vos, Wesley Plaschier, Ryan Tevreden, Erik Hol, Jimi Hendrix, Omen Roelofs, Arjen Konterman en Florian Hempel. Dat zijn eigenlijk allemaal die ongeveer een beetje rond hetzelfde niveau zitten. Die zitten rond de 1561 en de 1503 op de FDI-ranking uiteraard. Vooral Erik Hol hebben we natuurlijk dit jaar op de Eurotour gezien. Over zijn gemiddelde zullen we het niet hebben, maar het is natuurlijk al een hele prestatie dat je daar komt te staan. Wat verwachten we eigenlijk van de mannen op het tweede rijtje? Ja, ik denk dat Owen Roelofs heeft echt een goede, hoe moet ik zeggen, goede ontwikkeling doorgemaakt. Dus misschien dat hij deze keer niet zijn kaart gaat halen. Maar hij heeft het dusdanig goed gedaan op de Development Tour. Dat hij het misschien volgend jaar op de Challenge Tour ook heel goed gaat doen. Ja, hij heeft dat inderdaad Challenge Tour gooien inderdaad, heeft hij bevestigd. Oké, nou dat zou hartstikke mooi zijn. Het zijn allemaal ervaringen die hij meeneemt om later een betere speler te worden. Want die jongens natuurlijk, ik denk 16 of 17? 16, ja. 16, ja, die is natuurlijk heel jong. Hij heeft zijn hele leven nog voor zich. Dus ik denk dat deze week bij hem in teken staat van ervaring oppakken. Ja, vind ik zeker een slimme keuze dat je op die leeftijd naar Q-School gaat. Een andere naam, die vorig jaar nog een tourcard had, die ook op pagina 2 staat, vindt het Kamphuis. Ja, die gaat Q-School spelen met het doel om later dit jaar Challenge toe te gooien. Die gaat niet aan Q-School meedoen om een tourcard te pakken. Dat heeft hij verteld op social media. Dus die gaat gewoon lekker vrij uitgooien en zonder druk een beetje spelen. Dus ik ga er niet vanuit dat hij weer een toolkaart pakt, nee. Nou, aangezien het afgelopen jaar het niveau van Vincent Kamphuis enorm gedaald is, helaas, zie ik hem ook niet een toolkaart halen. Nee, hij heeft ook een aantal persoonlijke omstandigheden gehad, dus dat kan er ook mee te maken hebben. Ja, in dat geval is het begrijpelijk. Twee namen zijn dat eigenlijk van de Eurotour dit jaar. Dennis Nielsen en Florian Hempel waren alle twee in Zwolle. Zwolle waren wij aanwezig, Patrick en ik. Maar de vraag is voor Lendl, wat verwacht jij van de Eurotour-verrassingen op Q-School? Noem er nu even twee natuurlijk, maar we hebben er nog wel een paar. Maar dit zijn natuurlijk even twee voorbeelden. Wat verwacht je daarvan? Ik verwacht dat Nielsen het heel goed gaat doen. Ik wil niet zeggen per se een tourkaart pakken. Maar ik denk dat hij in het verleden heeft bewezen dat hij gewoon een goede speler is. Hij heeft ook WK gegooid. Want de video heeft hij ook nog een wedstrijdje gewonnen. Dus het is iemand die gewoon van een goed niveau is. Hij laat zich ook geregeld zien op de Nordic en Baltic Tour. Daar kan die Labanauskas en Rasma ook vaak goed partij geven. Hempel verwacht ik iets minder van. Want hij heeft natuurlijk wel Eurotour gegooid. En dat is een prestatie om daar aanwezig te zijn, maar voor de rest heeft hij niet heel veel gedaan. Nee, klopt. Zijn niveau is de laatste paar maanden ook wat gezakt inderdaad. Dus ik twijfel ook nog af hij überhaupt kans maakt om een toolcard te pakken. Ja. Ja. Ja, ik heb hem zelf rond op plek 90 staan van de European Q-School. Dus dan moet het wel heel raar lopen, denk ik. Ja, verrassing kan altijd gebeuren, maar dan moet het heel raar lopen. Wil je toolkaart gaan bemachtigen. En een vraagje voor jou, Lijndel, nog. Welke Duitser heb jij het hoogste om een toolkaart te pakken? Want ik ben best benieuwd, omdat er heel veel Duitsers aan meedoen. En de meesten zeggen dat er toch weinig Duitsers kans maken op een toolkaart. Oké, ja, ik had Koers natuurlijk als hoogste, maar ja, die doet alleen één dag mee, dus die valt af. Daaronder heb ik Michael Unterhoegner. Oké, ja, dat is begrijpelijk, ja. Goed, mannen, dan heb ik nog
Wel een paar weken. Ik heb genoeg vragen, maar daar kunnen we wel een hele dag mee gaan vullen. De broertjes Hendrix, Jimmy en Jerry. Wat gaan we daarvan verwachten? Ja, het zijn geen broertjes, Mike. Dus het is ook geen familie van elkaar. Ik hoor net de niet-familiebroertjes Jimmy en Jerry Hendrix. Wat gaan we daarvan verwachten? We hebben Jerry natuurlijk gezien op het WK. We hebben hem ook als analytica gezien, van analist gezien bij RTL 7 Darts. Deed uitstekend naar mijn idee. Ik denk zeker een aanwinst voor het team. Maar wat gaan we van zijn dartprestaties verwachten? Ja, hij heeft op Facebook gezegd dat hij enorm veel getraind heeft. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken in Hildesheim. Ik denk dat zijn niveau niet goed genoeg is voor een tourcard. Jammer genoeg. Maar hij kan zomaar enorm goed gaan spelen en wel een tourcard pakken. Dus dat, bij hem is het ook niet te voorspellen bij Jerry. En bij Jimmy Lendl, die staat hoger op de ranking. Ja, klopt. Die heb ik inderdaad hoger op de ranking staan. Alleen niet dusdanig hoog dat ik zeg van... ja, dat gaat hem worden. Ik heb hem hier staan op 5,5% kans. Dus ja, op zich, het kan natuurlijk. Maar in de lijn van de verwachting ligt het niet. Nee, zeker. Dan hebben we nog wat aparte namen. Of aparte namen, aparte landen. Boris Koltsov. Schoran Legbacher. Adam Galblas. En Karel Zetacek, dat zijn wel namen die we natuurlijk in de gaten moeten houden. Wat zijn nou bijvoorbeeld twee buitenlandse namen waar we echt op moeten gaan letten, Lendl? Ik zou letten op Tricot. Want je hoort nooit van een Franse darter. Maar deze jongen is goed. Deze jongen kan echt gooien. Deze jongen heeft ook video WK gespot. Heeft hij in de eerste ronde heeft hij ook gewonnen. Ik ben alleen vergeten van wie. Maar het was een... Frans Montgomery was dat. Ja, klopt. Was een vijfzetter, was een nagelbijter. Dus ja, op zich gewoon een goede speler. En Ross Montgomery was ook goed op, tijdens die partij. Dus ja, op die zou ik letten. Goed mannen, dan begin ik dit keer bij Lendl. Ik wil graag 11 namen voor de UK, voor de EU qualifier Q-School. Yes. Nou, daar heb ik bovenaan Cody Harris. Daaronder Wesley Harms. Dirk van Duivenbode, José Justicia, Daniel Larsson, Boris Koltsov, Martijn Kleermaker, Wessel Nijman, Jeffrey de Graaf, Johan Engström en Dirk Telnekes. Wil ik even van de namen uithalen. Ik ben absoluut geen fan van José Justicia. Ik hoop ook dat hij snel zijn pijlen opbrengt en dat hij zeker geen tourcard haalt. Ik vind het een vreselijke speler, daar blijf ik heel netjes. Wat die Adrian Lewis geflikt heeft, vind ik echt niet kunnen. Ik vind het echt bijna schandalig dat je op die manier wilt darten. Ik hoop dat alle spelers die zo willen darten, dat die heel snel gaan stoppen. Want dat is gewoon echt geen leuke darter. Goed, Patrick, jouw 11 namen. Ja, Dirk Telkes, Zoran Legbacher, je grote vriend José Justicia, Mike, Martijn Kleermaker, Dirk van Duivenbode, Wessel Nijman, Boris Koltsov, Mike de Dekker. En dan nog drie verrassingen. René Eidams, Dennis Nielsen en de Nederlander Arjan Kotterman. Hebben wij die René Eidams dit jaar niet op de Eurotour gezien? Nee, Eidams hebben we dit jaar niet op de Eurotour gezien. Maar ik heb hem wel een aantal resultaten van hem gezien de laatste paar maanden van de German Super League. En daar staat hij wel aardig redelijk te spelen. Hij haalde niet de finale dag. Maar ik denk dat dit wel eens een verrassing kan worden, ja, Eidams. Ja, en goed, ik heb natuurlijk ook 11 namen. Cody Harris, Dirk van Duivenbode, Daniel Larsson, Boris Koltsov, Martijn Kleermaker, Wessel Nijmer natuurlijk, Zoran Legbacher, Mike de Dekker, Christian Kist en mijn laatste naam is Titus Kanik. En... ja man, wat vinden we eigenlijk van elkaars namen? Het lijkt wel redelijk op elkaar qua Nederlanders, vind ik. We hebben alle drie bijvoorbeeld Richard Veenstra niet. Nee, dat is inderdaad wel verrassend inderdaad. Ja, en als ik de Belgen mee zou mogen nemen. Mario van der Boogaard hebben we ook niet, is ook. Ja, dat is
Op Twitter te zien is dat ook wel een van de grote favorieten bij de Belgen, inderdaad. Klopt. Goed, ik denk dat het voor. Ik weet niet of jullie die mening delen. Ik denk dat het voor de BDO'ers toch heel lastig gaat worden om een toolkaart te halen op Martijn Kleemaker na. Voor de vastgenagelde BDO'ers dan. Kijken jullie er een beetje hetzelfde tegenaan? Ja, redelijk, ja. Ik denk dat Veenstra en Harmstone een redelijke kans maken. En Van den Bogaarden, maar ik denk dat de anderen er niet aan te pas komen, nee. Nee, ik denk dat Unterboegener ook nog wel wat zou kunnen doen. Ja, klopt. Maar die moet dan wel echt heel constant zijn op alle 4 dagen. Ik denk dat hij niet een toolcut pakt op 1 dag. Nee. Hij is ook niet iemand die opeens explodeert. Nee. En dat dan de hele dag voorhoudt, dat klopt. En zoals ik al eerder zei, Tricol misschien. Gewoon puur omdat hij mij iemand lijkt die er echt blanco in gaat. En die gewoon zoiets heeft van, ja, ik ga gewoon genieten en ik zie het allemaal wel. Ja, dan zou ik nog een andere Europese speler noemen. En dat is Boris Kritsmar uit Kroatië. Ja. En dat is een van de beste softtippers die er bestaat in de wereld. Dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen op Q-School in een steeltip. Ja. Ja, zeker. Ja, ik denk dat softtip toch echt iets anders is dan een steeltip. Maar goed, als jij het softtip wordt aan de kant smijt en je pakt je steeltippijlen erbij voor een maand, dan denk ik dat je erg ver kan komen. Je ziet bijvoorbeeld ook aan de Aziatische spelers, die zijn nu echt aan het doorbreken, mede dankzij de Azië-tour. Goed, ja, het valt ons toch op voor de BDO. We hebben Q-School nu redelijk afgesloten. Ik wil er toch even kort op terugkomen. Ik heb 2 kenners nu tegenover me zitten. De BDO zit op het randje van de afgrond. De Dutch Open is al geen BDO-toernooi meer. Is voor Lendl, hoe lang gaat het nog duren voor de BDO? Ja, ik denk dat het meer een kwestie van maanden is dan van jaren. Dus ja, vooral omdat WDF de intentie heeft uitgesproken om in te gaan stappen, denk ik dat de BDO niet heel veel bestaansrecht meer gaat hebben. Het probleem is ook dat de BDO ook niet superveel regelt. Ze hadden een paar, ze hadden volgens mij 3 majors. En de toernooien waarvan je zegt die waren BDO-toernooien, die worden eigenlijk door de nationale bonden worden georganiseerd. Dus daarin kan je de BDO eigenlijk ook missen. Dus als de WDF punten toekent aan lokale toernooien, dan is het net alsof het de BDO is. Maar dan zonder Jacqueline aan het roeren natuurlijk. Patrick, hoe kijk jij tegen de BDO momenteel? Ik moet zeggen dat ik best wel genoten heb om het BDO WK te kijken. En ik voel me niet eens zo tegen hoeveel publiek er nog zat. Maar als je het hebt over het prijzengeld, hoe lang het duurt voordat spelers weten wat ze precies krijgen, wat immers nu nog uit moet betaald moet worden, ja, dat baart me natuurlijk wel zorgen. Dus ik hoop eigenlijk dat Des Jacqueline gewoon opstapt zo snel mogelijk en dat er een nieuwe BDO-voorzitter komt of dat de WDF de BDO overneemt. Want de WDF die is wel bezig met nieuwe plannen, dus ik hoop dat er snel verandering gaat gebeuren. Ik hoop echt niet dat de BDO verdwijnt, want het is gewoon de tweede bond, vind ik, voor de amateurdaters. Klopt, en ik wil ook aan toevoegen dat de spelers verdienen dit echt niet, wat er nu gebeurt bij de BDO. Ik heb ook naar de O2 gekeken en de wedstrijden waren echt goed. Waren misschien niet de gemiddeldes die je bij de PDC in de latere ronde ziet. Maar het waren echt leuke wedstrijden. Veel 5-setters. Veel spannende wedstrijden. Dus ik heb echt genoten. Ja, mee eens. Ja, ben ik zeker ook wel redelijk mee eens. Alleen ik denk dat het probleem van de BDO is, en zeker van de heer Jess Jacqueline, ik denk dat stap 1 voor hem had geweest om een afspraak te maken met Barry Hun of met Porter. Daarbij ook meteen de WDF te betrekken. En dan samen, zeg maar, met 3 bonden samen 1 groot plan maken. En dat hoeft er niet eens officieel naar buiten te komen. Maar in ieder geval om een plan te maken, zodat het blijft bestaan. Alleen dan zal ik wel een stukje in gaan leveren. En dan bijvoorbeeld regels zo maken dat Q-School dus geen impact heeft. En ik denk dat dat stap 1 is. En ik denk dat misschien dan als de heer Barry hun tv-rechten in gaat leveren, bij wijze van spreken. Ik denk dat jullie de luisteraars dan wel snappen wat ik bedoel. Dat dan de BDO iets verder kan gaan groeien. Dus zeg maar, je houdt je 128 toolkit houden, dus hou je exclusief. Maar daarbij zal ik zeggen van degenen die niet geplaatst zijn voor het PDC-WK, 1 qualifier organiseren voor het BDO-WK.
en ik noem maar wat. Dan maak je daar ook 64 spelers van en dan pak je de top 32 van de BDO. En alles wat niet naar het PDC-WK mag, dat bijvoorbeeld naar het BDO-WK laten gaan. Zodat je wel een beetje spanning hebt, maar dan mag je alleen die 32 PDC-spelers, mag je dan eigenlijk niet laten spelen voor op de BDO-toernooien door het hele jaar heen. Die moet je dan gewoon lekker op je tour houden. Ik heb ook nog iemand op Twitter voorbij zien komen die zegt van we moeten tourkaarthouders moeten we gaan verdubbelen. Dus dat houdt in dat we dan 256 spelers krijgen die een tourkaart hebben. Ja, ik heb het idee lichtelijk uitgewerkt in mijn hoofd. Ik denk dat dat gewoon niet realistisch is. Aangezien je dan nog meer qualifiers krijgt. En je hebt nog meer strijd voor de Eurotour. Ik denk dat dat gewoon niet realistisch is. En ik denk dat het niveau alleen maar naar beneden zal trekken. Ik denk wat de eerste stap is voor de BDO. Om eens om tafel te gaan zitten met het hele bestuur. Jess Jacklin eruit trappen. Bijvoorbeeld een Martin Adams is ook geen goeie. Ik denk gewoon een heel fris iemand erin zetten. Die hopelijk het oude Collins team weer terug kan halen. Dat zal ik heel prettig vinden. Ja, en met de PDC en de WDF op tafel gaan zitten. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Het lijkt op een goede thee. Ik ben me alleen benieuwd of de BDO er zo ook naar kijkt. Ja, het probleem is dat de BDO, die moet dus nu gaan onderkennen dat ze de concurrentie met de PDC nooit aan gaan kunnen. Want de PDC die heeft de beste spelers. Dus die heeft ook het commerciële overwicht over de BDO. Dat is het probleem. Je moet je echt gaan begeven in de macht van de amateur dart eigenlijk. Dat is wat je moet gaan doen als BDO zijn. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon je eigen eer neer gaan leggen. Nou ja, goed, dat is een discussie die we op een later moment weer kunnen voeren. Ik denk dat we Q-School zo grotendeels besproken hebben. Ik wil Lendl zeker bedanken voor het uitwerken van de schematjes die ik sowieso voor me heb leggen. Alle Twitterberichten die jij maakt en de rankings op Darts Actueel. Ja, en hopelijk zit je misschien wel vaker in de podcast. Ja, dat hoop ik ook. Het was heel leuk en dank jullie wel voor de uitnodiging. Dat is zeker geen probleem. Mijn compagnon Patrick wil ik zeker ook graag bedanken. Blij dat je er weer een keer bij was. Je bent zeker een meerwaarde voor de podcast. Zeker op kennisgebied. Daar wil ik je heel erg voor bedanken. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Okie podcast. Vergeet ons zeker niet te volgen op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Veel updates over Q-School bij ons te volgen. Volg ook het op Dart Connect. En vergeet natuurlijk ook niet even bij Dan Dorsen op Twitter te kijken. En dan zien we jullie bij de volgende Achter de Okie podcast.